Nou, wat jullie hier zien is mijn afstudeerproject van het CIWAP en het heet Een Wereld van Verschil. Ik heb eigenlijk een weerspiegeling gemaakt tussen rijk en arm. Onderaan rijk en bovenaan arm. En eigenlijk is de kloof hier tussen eigenlijk wereldwijd onvoorstelbaar. En daar wil ik eigenlijk een statement mee maken. Mijn proces ging als volgt. Ik heb allereerst in een dummy, een soort schetsboek, hele grove schetsen gemaakt. Eigenlijk mijn creativiteit op papier gezet. En ben ik eigenlijk onderzoek gaan doen met materialen. En ben ik gaan kijken wat kunnen de materialen en hoe kan ik de uitwerking zo mooi mogelijk maken. En daar heb ik onderzoek naar gedaan. En ik waardeer het aspect duurzaam heel erg. En dit project heeft me eigenlijk ook geen geld gekost, omdat ik gebruik gemaakt heb van verschillende stukken afval. Ja, wat voor iemand anders dus eigenlijk afval is, is voor mij een heel mooi product om een kunstwerk mee te maken.